Oma heeft een snor. Oma en opa zitten knus in huis terwijl de regen buiten op de ramen druppelt. Oma heeft zin in een warm drankje, maar dan gebeurt er iets onverwachts. Oma zit aan haar luierstoel. Ze kijkt naar de tv. Poes springt op haar schoot en kijkt gezellig mee. De regen druppelt langs de ramen. Buiten is het koud. Oma wil graag iets warms drinken, want dat is waar zij zo van houdt. Opa gaat de keuken in en doet een kastje open. Hij is daar niet alleen, want Poes is achter hem aangeslopen. Oma, wat wilt u graag drinken? Vraagt opa met een luide stem. Poes is ook in de keuken en kijkt strak naar hem. Een kop warme melk, dat lust ik wel, roept oma vrolijk na. Dat hoorde opa goed en hij opent de kopjesla. Terwijl de regen stroomt en stroomt, maakt opa de melk warm. Ondertussen maakt Poes zich klaar en hop, ze springt pardoes bij oma op haar arm. Gezellig toch, zegt oma blij, maar Poes kijkt haar niet aan, want zij ziet opa met warme melk voor haar neusje staan. Deze melk is niet voor jou, zegt opa een beetje streng. Maar Poes trekt zich er niets van aan. Zij vindt opa juist niet eng. Opa vindt het niet zo leuk dat Poes maar niet wil gaan. Dus hij pakt haar voorzichtig vast en laat haar op de grond staan. Opa geeft de melk aan oma. Ze kijkt hem dankbaar aan. Dank u wel, opa, zegt ze lief. En ze kijkt Poes even aan. Poes wil ook een slokje melk, maar opa vindt dat niet goed. Neem jij maar een slokje water, dan ben je heel zoet. Poes kijkt boos naar oma, want water wil ze niet. Ze wil een slokje melk. Is er dan niemand die dat ziet? Voorzichtig neemt oma een slok van haar melk en Poes kijkt naar haar. Maar als ze dan haar kopje neerzet... Dat is pas raar. Poes kijkt nu een beetje bang naar oma, want wat ziet ze er gek uit. Opa ziet het ook en hij lacht luid. Wat is er toch zo grappig? Vraagt oma aan opa met een vragende stem. Met de witte streep over haar lip kijkt ze verbaasd naar hem. Opa moet nog steeds lachen en oma is het zat. Ze loopt de woonkamer uit en verdwijnt in het deurgat. Oma loopt naar de spiegel, in de badkamer en dan pas heeft ze het door. Boven haar lip zit een melksnor. Nu moet oma ook lachen en ze draait zich vlug weer om. Haha, lacht ze, dat was wel een beetje dom. Ze loopt terug naar de woonkamer, maar Poes snapt er nog steeds niets van. Oma heeft ineens een snor, begrijp jij hoe dat kan? Poes is erg bang. Maar oma weet wel raad. Zij weet dat de snor er makkelijk weer afgaat. Ze pakt een zakdoek en veegt vlug langs haar lip. Zo, nu heb ik geen snor meer. Wees maar niet zo sip. De poes was zo geschrokken, maar oma heeft een goed idee. Om het goed te maken, drinkt Poes nu lekker een slokje mee.